Smakelijk eten. De saus erbij. Zo. Beetje roeren. Je ziet, het is echt spaghetti saus. Het zal er ook op trouwens als spaghetti saus is. Het is dus de deel 2. Heel lieve toppertjes allemaal, op aanvraag van jullie zoveel, jullie vroegen allemaal, kunnen we spaghetti maken? Ah wel, we maken nu de 2.0 spaghetti. De spaghetti ligt hier al, dit is gekapt. Dit is de saus die ik erop doe, voor de mensen die dat graag willen weten. En een beetje boter. En het vuur staat te koken, zodat je kunt zien al bijna te koken. Dus zijn we nu op aan het wachten. Dit wordt het gekapt. Iedereen doet dat druk op zijn manier en iedereen mag dat ook doen op zijn manier, maar dat is mijn manier om dat te maken. En zo bakt iedereen zijn lieveling zelf. De spaghetti wordt nu gekookt. Dus dat gaat smaken. Jullie kunnen het goed zien, de spaghetti is aan het koken. Dus dat is heel goed nieuws. En dan gaan we eens kijken in de oven. Heb ik het gekapt ingezet. Waarom doe ik dat deze gekapt? Omdat je het ook nog kan eten na de spaghetti. Daarom doe ik dat eigenlijk. De spaghetti is helemaal klaar, dus tijd voor af te gieten. Je ziet, hij heeft goed gekookt. Dit is de saus die we erbij gaan doen.